In deze aflevering geef ik jullie antwoord op de vraag: Wat is het hellingsgetal? Bijvoorbeeld: Deze tabel hoort bij een lineair verband. In de onderste rij komt er steeds hetzelfde getal bij. Dit getal. Is het hellingsgetal. Bij deze tabel is het hellingsgetal. 4. De getallen bovenin de tabel moeten wel opeenvolgend zijn. Nog een voorbeeld. Deze tabel hoort bij een lineair verband. In de onderste rij gaat er steeds hetzelfde getal af. Het hellingsgetal is min 15. Kortom, het hellingsgetal is het getal dat er steeds bij komt of afgaat in de onderste rij van een tabel.